Spijkers met koppen. Daarop alle informatie. Volgende week presenteert Dolph vanuit de studio de zwarte lijst. Niet helemaal natuurlijk, maar een gedeelte ervan. Deze week is het precies 60 jaar geleden dat het eerste studioalbum van Elvis Presley verscheen. En dit album stond wekenlang bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. En het was eigenlijk het eerste rock'n'roll album dat deze positie bereikte. Meer dan 1 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. De grootste Elvis Presley fanclub van Nederland laat deze datum natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. En daarom is er vanavond feest. Michel van Erp, voorzitter van Elvis Matters, en Bauke Scholten, die zitten hier aan tafel. En aan Dolph leggen ze uit wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Michel, voorzitter van Elvis fanclub, wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou, vanavond stellen we de muziek van Elvis volledig centraal. En wij lopen de hele geschiedenis van de muziek van Elvis eigenlijk door vanavond. En waar gaan we dit doen? Dit gaan we in de Lievekamp in Os doen vanavond. Prachtig theater. En daar komen dus Elvis-fans. Daar wordt muziek gespeeld? Ja, er wordt heel de avond muziek gespeeld. Gezongen door Bauke, die hier naast mij zit. En ja, een avondvullende show. En Bauke, ik kende hem tot voor kort niet. Dat is een absolute schande. Is hij... De grootste Elvis-zanger van de Lage Landen? Hij is absoluut de beste. Ik heb afgelopen jaren met vele, vele zangers gewerkt. En sinds ik Bauke heb gehoord, ben ik ervan overtuigd dat er geen beter is. Bauke, jij lijkt niet op hem. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling, toch? Nee, van mij niet. Nee, maar ik probeer ook niet te klinken als hem. Ik denk dat het gewoon geheel me overkomen is. Overkomen in welke zin? Nou, dat ik ooit begonnen ben met soulmuziek. En dat mensen vertelden dat mijn stem op Elvis leek. Jij wist zelf niet dat jouw stem op Elvis leek? Nee, ik kende überhaupt Elvis eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik ben eigenlijk daar veel te jong voor. En toen ben ik toch eigenlijk wat meer gaan luisteren naar hem. En toen dacht je, wow, die gozer zingt net als ik. Nee, dat was niet... Nee, dat dacht ik niet. Oké, Jij bent wel fan van het eerste uur, zou ik zeggen? Ik ben absoluut fan van het eerste uur, ja. En hoe gaat het dan? Je ouders hebben al platen, of jij zelf, of wat? Nee, eigenlijk op school, toen ik 11 jaar was, een vriend van mij, die hoorde van thuis uit wel de muziek van Elvis. Ik niet, maar eenmaal de muziek gehoord, was ik verkocht. Is wel mooi, iemand die 11 is, houdt van Elvis. Ja, mooi, hè? Jij bent voorzitter... Dankjewel. Jij bent voorzitter van Elvis Matters. Wat doen jullie? Want hij is overleden. Hij is overleden, ja. Helaas. Bijna 40 jaar geleden al. Maar toch zijn we nog dagelijks met de muziek en de mens Elvis bezig. Ik weet dat je elke dag nieuws hebt dat die site heel veel bezocht wordt, ook internationaal. Klopt. Maar hoe kun je nieuws schrijven over iemand die al toch lang overleden is? Nou, dat heeft ermee te maken dat de muziek van Elvis eigenlijk tot op de dag van vandaag nog voortleeft. Ja? Hij ontvangt nog vele awards voor zijn muziek. Mensen zijn nog steeds met de muziek bezig. Vele artiesten ook spreken zich uit over de muziek van Elvis. Dat soort dingen brengen wij als nieuws. Een boek liggen wat ook echt heet van de pers is. Ginger Alden schreef een boek Elvis en Ginger. Dat gaat dus over haar. Wie is zij? Ginger Alden is de laatste vriendin van Elvis geweest. Ja? Zij heeft hem uiteindelijk ook doodgevonden. Zij was 20 toen Elvis overleed. En zij beschrijft hier in het laatste jaar van haar leven samen met Elvis. Is het een goed boek? Ja, het is een uniek boek. Het geeft een uniek inkijkje in het leven van de mens Elvis. Op zijn huis in Graceland, maar ook on tour. En Graceland kom jij ook 2 keer per jaar? Daar ga ik inderdaad 2 keer per jaar naartoe. Met zijn verjaardag en op de sterfdag van Elvis in augustus. Ben je dan alleen? Nee, vaak gaan we daar met een hele grote groep fans vanuit Nederland naartoe. En daar tref je wereldwijd honderden mensen, duizenden? Duizenden mensen. Op de avond voor zijn overlijden is er jaarlijks een candlelight aan het graf van Elvis. En daar verzamelen echt alle fans die er zijn op dat moment bij het huis. En lopen in een urenlange processie langs het graf. Ben jij in Graceland geweest? Of heb je met de muzikanten van hem te maken gehad? Of andere mensen rond Elvis? Ik ben zelf 2 keer in Graceland geweest. En ik heb een aantal concerten met de bandleden van Elvis mogen doen, ja. En hoe kijken die naar jou? Want ik bedoel, die hebben met Elvis gespeeld en die staan dan... Als jongen, als een jongen die gewoon probeert goed zijn ding te doen op het podium. En niet probeert te imiteren. Waren ze positief over jou? Ze waren heel positief, ja. Jij hebt hen overtuigd van dat jij gewoon de Elvis-zanger van Nederland, van Europa bent. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik hen nu overtuigd heb. Maar ze wilden wel graag vaker met mij spelen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben een aantal keren samengestaan. En zelfs 2 keer in Ahoy.
Dus dat, ja, dat was fantastisch om mee te maken. We gaan naar jou luisteren. Dankjewel. Jij gaat in de ghetto ga jij doen. Vanavond dus in de Lieverkamp in Os. Kan men daar nog bij zijn? Ja, we hebben nog een paar plaatsen vrij voor Bauke Rox Elvis de hele avond in Os. Juist. En nu dus op Radio 2. Bauke Rox Elvis. Ja! Yeah. As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in a ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mother cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as a young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Dankjewel. Mannen, dankjewel. Bauke Scholte, begeleid door Marijn de Boer en Rolf Verbaand. Vanavond in Os. Prachtig, prachtig, prachtig. In de ghetto. Elvis.